Dit is onze Vivace bonenautomaat. Om lang plezier te houden van de automaat is het belangrijk dat je hem goed onderhoudt. In deze video laat ik de stappen zien van het dagelijks onderhoud. Als eerste open je de deur van de automaat met de sleutel. Wanneer je de deur hebt geopend, open je de klep van de automaat. Dan kijk je naar de containers en controleer je of deze goed gevuld zijn met ingrediënten. Zo nodig vul je ze bij. Bijvullen doe je door de deksel van een container af te halen en dan kun je ze makkelijk bijvullen. Als ze zijn bijgevuld, plaats je de deksel terug. Nu ga je verder met het spoelen van de automaat. In de klep vind je aan de bovenzijde de servicesleutel. Deze haal je uit de klep. Wanneer je de sleutel los hebt, sluit je de klep van de automaat. Aan de voorzijde van de klep vind je een uitsparing waar je de servicesleutel in kan plaatsen. Deze draai je een kwartslag. De automaat start dan op en tijdens het opstarten heb je de tijd om de lekbak en de afvalbak te legen. Wanneer de automaat is opgestart, plaats je de afvalbak en de lekbak terug. Eerst de afvalbak en daarna de lekbak. Druk aan de binnenzijde van de deur eenmaal op de programmeertoets. Daarna kijk je op het display en zie je een aantal opties. Optie 4 is voor het reinigen. Wanneer je optie 4 hebt gekozen, vraagt de automaat of je de lekbak hebt geleegd en dit bevestig je met toets 4. Dan vraagt de automaat of er water aanwezig is en ook dit bevestig je met toets 4. Plaats nu een spoelbak onder het uitgiftepunt. Als je op het display kijkt, zie je een aantal opties, waarvan optie 1 voor het spoelen van de broer is en optie 2 voor het spoelen van de mixerkom. Kies eerst optie 1. Wanneer het spoelen van de broer klaar is, kijk je op het display. Nu kies je voor optie 2, het spoelen van de mixerkom. Wanneer het spoelen van de mixerkom klaar is, gooi het spoelwater weg. Nu ga je verder met het legen van de afvalbak en de lekbak. Haal eerst de lekbak eruit. Dan de afvalbak. De lekbak en de afvalbak gooi je leeg en beide onderdelen spoel je schoon met warm water. Droog ze goed af voor je ze zo weer terugplaatst. Terugplaatsen doe je in omgekeerde volgorde. Eerst de afvalbak en daarna de lekbak. Nu haal je de servicesleutel uit de uitsparing en plaats je deze terug in de klep. Sluit de deur van de automaat en draai deze direct op slot. Terwijl de automaat opstart, maak je de buitenzijde schoon met een vochtige doek. Wanneer de automaat weer volledig is opgestart, heb je alle stappen van de dagelijkse reiniging doorlopen en kun je weer genieten van een heerlijke kop koffie.